De samenwerking tussen de ministeries van Justitie en Politie en Defensie op het gebied van de surveillances verloopt goed. Dat zei minister Krishna Kumari Mathura van Defensie eerder deze week, desgevraagd aan journalisten. Volgens de bewindsvrouw moet het veiligheidsgevoel gewaarborgd blijven. We hebben elke avond surveillance met Defensie en dat wordt uitgevoerd door de militaire politie in samenwerking met de politie. En dat is een ongoing project. Wat ons betreft is veiligheid een heel groot prioriteit. Openbare orde en veiligheid. Het gaat erom dat burgers in dit land zich veilig moeten voelen. Omdat als zij dat gevoel niet hebben van veiligheid, dan zal ontwikkeling er niet komen, zal rust er niet komen. Dus voor ons is dat een hele hoge prioriteit. En dat proberen we uit te voeren met de middelen die we hebben. Mathura geeft verder aan dat er degelijk wat rust is binnen de defensieorganisatie, nadat eerder geklaagd werd door de twee opererende bonden binnen het leger. De afgelopen weken zijn veel gesprekken gevoerd met het hoger militair personeel. Het is heel luchtig vergaderd met ze, gesproken met ze. Ik zal niet zeggen dat er 100% tevredenheid is. Ik bedoel, de stijging van prijzen, salarissen die ontwaard zijn, dat voelt iedereen. Dat voelt ook de militair. Het is ook voor de militair een uitdaging om elke dag aan het werk te komen. Het is ook voor de militair een uitdaging om rond te komen met het salaris. Maar ik weet dat elke militair ook begrijpt dat we een functie op ons hebben genomen, dat we gekozen hebben voor het vak en dat die burger afhankelijk is van onze prestaties, onze inzet en de verantwoordelijkheid. En daar zijn ze van bewust en in de afgelopen periode hebben we gezien dat militairen overal zich inzetten en blijven hun werk te doen. En natuurlijk hier en daar zal je geluiden hebben, dus op zich is dat niet zo'n probleem. Wij blijven meer communiceren en mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid en dat gaat blijvend worden. De minister zegt dat zij bijvoorbeeld geen klachten meer hoort over problemen met voeding. Dit aspect is naar zeggen van de bewindsvrouw verbeterd.